Goedendag kijkers, vandaag in het programma Trendstaal gaan we een kijkje nemen bij Valeur Home Decoration. Moet ik het wel goed zeggen? Ik heb al een kijkje genomen in de etalage en die ziet er echt mooi uit. Maar binnen is het nog veel mooier. Goedendag. Hallo Nia, welkom bij Valeur Home Decoration. We zitten nu op een hele fijne bank. Ja. Dit is dus een bank, maar ik zie eigenlijk van alles in de winkel staan. Hoe lang bestaat deze winkel al? Hoe lang zijn jullie hier al eigenaar van? Wij zijn hier 1 maart 2006 zijn we begonnen. Dus we zijn hier bijna 8 jaar zitten we hier dan alweer. We zijn in 2006 begonnen. We hadden zelf het idee om voor onszelf te beginnen dan ook. We zagen het pand hier leeg staan en we hadden zoiets op een gegeven moment, wat zouden we met dit pand kunnen doen? Dus toch wel even wat overleg gekeken wat we hier in Weesp dan missen dan ook. En op een gegeven moment gaandeweg hebben we op een gegeven moment zoiets gedacht van jongens, ja, iets van woondecoratie, cadeautjes, meubelen, gewoon divers. En zo is op een gegeven moment het idee ontstaan en 1 maart 2006 zijn we hier begonnen dan. Ja, en hoe begin je daarmee? Want ik zie hier zo veel verschillende, je hebt meubelen, je hebt eigenlijk van alles. Hoe doe je dat in je hoofd, zal ik maar zeggen, hoe overleg je dat samen? Van waar, er zijn heel veel home decoratiewinkels, ja. Maar wat maakt jullie eigenlijk apart van de andere winkels? Nou, op zich, we hebben toch wel behoorlijk wat diversiteit. We hebben het grote voordeel dat we ook een vrij royale winkel hebben waar je ook wat kunt plaatsen dan ook. En ja, je begint op een gegeven moment dan met iets en gaandeweg doe je wat aanpassingen in de winkel. Je merkt bepaalde dingen wel goed lopen, andere dingen weer niet goed lopen. En je bent constant met een winkel toch wel elke keer aan het herstylen. Producten erbij, producten eruit. En op een gegeven moment gaandeweg probeer op een gegeven moment toch een totaalplaatje neer te zetten dan. Wat onderscheidt Valeur van de andere winkels? Wat ons onderscheidt van andere winkels is dat wij toch wel heel veel diversiteit hebben. Mensen kunnen bij ons terecht voor cadeautjes. Mensen kunnen bij ons terecht voor woonaccessoires. Mensen kunnen ook bij ons terecht voor meubelen. Dus we hebben op een gegeven moment eigenlijk van allerlei genres hebben we in de winkel dan. Dus als mensen een cadeautje van 5 of 10 euro willen hebben, kunnen ze op zich ook bij ons terecht. Willen ze een mooie bank kopen, dat is bij ons ook allemaal mogelijk. Dus we hebben op een gegeven moment toch een hele brede collectie wat ja. dat gaat. Ja, ja. Deze bank ja. Die zit ook echt, echt heerlijk. Ja. Maar jullie doen nog veel meer. Ik las ook iets over dat jullie naar mensen toe komen om over de inrichting te praten, maar ook over de verlichting, de soorten verf. Ja, op zich, we hebben dus daar ook mogelijkheden voor dan ook. Als mensen echt thuis zijn, dan hebben we toch vaak een meisje dat voor ons in samenspraak dan ook doet. Dus die kan bij mensen thuis ook adviezen geven dan ook. Mensen kunnen op een gegeven moment ook bij ons, als ze bepaalde producten zien waarbij ze dan twijfelen, dat ze gewoon ook producten meenemen naar huis om te kijken hoe staat het. Is het mooi? Blijft het gewoon bij de mensen staan? Vinden ze toch tegenvallen in huis? Dan komen ze gewoon met de producten weer terug. En wat ik ook fijn vind als ik hier binnenkom, jullie begroeten netjes, maar jullie laten mij als klant ook gewoon rondlopen. Jullie vragen netjes van, hé, wilt u even rondkijken? Of... Mensen kunnen ook thuis even rustig over nadenken. Jongens, wat heb ik allemaal gezien? En heb ik nog op een gegeven moment dan een plekje waar ik wel wat leuks wil? Dus het is een wisselwerking. De ene keer doe je inspiratie op en de andere keer kom je echt gericht naar de winkel toe om even wat leuks te halen dan ook. Dus dat vind ik wel belangrijk dat mensen ook een stukje ongedwongenheid erin hebben dan dat ze gewoon lekker even rond kunnen kijken. Ja. Ja, dat vind ik wel heel belangrijk. Ronald, de cameraman, die loopt hier langs. Die heeft echt zoiets van, wat is dit? Kun je aan hem en aan de mensen thuis uitleggen wat hier de bedoeling van is van dit prachtige... Van ja, wat tafel? Zijn het? Ja. Ja. Nou, dit zijn hotties, worden deze genoemd. Hotties? Hotties. Dit zijn dus geurwax, daar zitten aroma's in. Dat kun je in, van deze branders kun je deze plaatsen dan ook. Er zijn mensen die pakken gewoon 1 geur. Leg je erin, vaccin leg je eronder. Door de temperatuur van het vaccinlichtje smelt deze wax en dan komen de geuren vrij. We hebben op dit moment 52 verschillende geuren. Je kunt dus kiezen voor 1 geur, maar je kunt op een gegeven moment ook combinaties maken dan ook. Dus voor de combinaties hebben we ook een boekje erbij.
En in het boek daar staan eigenlijk allerlei soorten combinaties. Wat op dit moment veel merken dat verkocht wordt, is bijvoorbeeld een appeltaartgeur. Ja, omdat op dit moment de woningmarkt toch een beetje aan de praat komt. En appeltaartgeur is toch echt wel een lekkere geur als je het huis wil verkopen. Dan moet psychisch zijn, hè? Als je appeltaartgeur, appeltaartgeur, dan verkoop je huis ook sneller. Ja. En dan heb je dus hier dus ook de combinatie van appeltaart. En dat is dan biscuit met appel, met gember en kaneel. Tjoh. En dan krijg je echt de geur van appeltaart in huis. Dus zo kun je eigenlijk... Ik wil lente in huis. Lente, ik ben hartstikke vroeg met de lente, maar we willen geen winter meer tenminste. Maar springtime is er dus ook. Ja. En dan heb je dus de summer lemon met de floral en de service up. Dan heb je een beetje het voorjaar wat je er binnen haalt. Ja, dus dit kun je combineren en dan doe je hier een vaccinelichtje in. Doet de kaarsjes, het is geurwax. Ja. En die geurwax die smelt dan, dus als je drie verschillende geuren, dan krijg je dus dat die drie geuren zich vermengen dan. En daar ontstaan dus nieuwe geuren dan. Leuk idee. Ja. Heel leuk voor verjaardag. Het is wat heel leuk om de andere gedaan. Hoor, als ik hier rondkijk. Ronald, ik zie veel roze. Wat is op het moment de trendstijl? Wat je op dit moment ziet, het roze in combinatie met fuchsia. Het roze is eigenlijk al een hele tijd, want dat hebben we vorig jaar ook al gehad. Zie je dan toch constant doorlopen dan ook. Dat hebben we ook in de winterperiode gehad, het roze. Nu krijg je dat fuchsia een beetje erbij. Een nieuwe kleur wat we erbij hebben gekregen is nu dan, dat noemen ze dan breeze. Turquoise, een beetje dat zeeblauw. Dat is een nieuwe kleur, die hebben we nog niet gehad. En dat zie je toch op een gegeven moment nu in de zomercollectie ook komen. We hebben dat ook in sfeerlichtjes, kleine vaasjes. En wie zet het allemaal zo mooi neer? Dat doen we in grote lijnen zelf. Mijn vrouw is er heel kundig mee. Zij zorgt altijd dat alles weer mooi gepresenteerd wordt. Ik ben meer van het aanvullen en dat soort dingen. En mijn vrouw doet toch heel veel de styling. Ja. Ja. Hier hebben we dus ook een hele brede collectie met allerlei artikelen. Dat blijft gewoon. Dit blijft aanwezig, dit blijft gewoon in. Het is op een gegeven moment ook een leverancier die toch regelmatig vernieuwt. En dat is ook wel heel erg leuk. En vaak op een gegeven moment bij de vernieuwingen is er altijd wel de link gelegd met de collectie die er geweest is. Dus je hebt op een gegeven moment altijd dat je verder kunt met de producten dan ook. En dat is op zich wel het mooie van dit merk. Ja. Deze kant laten zien, de andere kant even van de winkel. Ja, prima. Zo even die kant op. Oh, Ronald. Ja. Je verkoopt ook parfum, zie ik. Dit is heel apart. Ja, dit zijn geurlampen. 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 Dat is ook voor in de huiskamer en dat soort dingen allemaal. Dit zijn lampen die je in de huiskamer kunt plaatsen. In deze lampen zijn speciale oliën. Die hebben hier aan de zijkant staan. De lampen zelf, die... geven dus een geur aan de ruimte, maar ze doen ook meteen de lucht zuiveren. Ze zien er heel, heel chic uit. Ja. Even naar het hoekje gaan wat jij mij wilde laten zien. Nou, nu verder. Ja. Ronald, waarom wil je me deze hoek laten zien? Nou, dit is een ander gedeelte van de winkel. Een iets andere stijl ook van de winkel dan ook. We hebben hier dus wat meer een wat stoerdere en ook wel tijdloze collectie bij elkaar staan. Wat we ook hebben tegenwoordig zijn die borden met teksten in stijgenhout. Ja, die zie je heel dat veel is op dit moment ook nieuw. Ja. Deze leverancier heeft het grote voordeel dat hij ook heel veel Nederlandstalige teksten op heeft staan dan ook. Ik zie daar één vaas staan. En het valt mij op dat er geen twee staan. Want tegenwoordig, ik word er wel eens een beetje... krankje horen van, om het gewoon even in plat Nederlands te zeggen, dat je overal twee van moet hebben. Ja, dat is dat nog zo nodig? Nee, dat is toch een heel stuk minder geworden dan. Er zijn nog wel mensen die dat proberen vast te houden, dat ze toch wel twee kandelaren, twee vazen, twee lampen, dat ze al een beetje synchroon willen. Maar dat wordt steeds meer losgelaten. Dus je merkt ook wel dat mensen steeds meer gewoon een mooie lamp of een hoek, dat het niet op weerskant hoeft te zijn dan ook, of een mooie robuuste kandelaar met wat laagste bij dan ook. Dus je merkt op dit moment wel gaandeweg dat het wel losgelaten wordt. Ja, maar... Ronald, ik zit weer op een andere bank. Ja, die zit ook heerlijk. Het is lekker, hè? Het is weer een heel andere bank dat er gaat. Ja, echt. Maar ik zit onder een heel bijzonder schilderij, vind ik zelf. Ja,
heel apart. Dit is een doek van Ingrid Bastiaan. Die hebben we hier net sinds gisteren in hangen dan ook. Ja. We hebben tegenwoordig wat meerdere doeken van haar in de winkel dan ook. Ja, toevallig op een gegeven moment een hooglander dan hier uit het Watermeergebied heeft ze geschilderd. Het mooie van deze doeken is dat er gewoon maar eentje is. Ja. Bij elke doek die we hier hebben hangen krijg je ook een certificaat van haar erbij voor echtheid. En dat is op zich wel leuk. We hebben op dit moment 3 doeken van haar in de winkel hangen dan ook. Op die plekken hebben we dan ook vlinders. Oh, ja. En aan de andere zijde een mooi eekhoorn wat geschilderd is. Dus we hebben toch op een daarin ook wat uniekere doeken dan ook. Ja, en dat is wel, ja, wel leuk. Ik zit in die lampen te kijken, die zijn toch heel apart. Ja, die zijn ook uniek. Ja. Komt van een man hier uit het Loo. Oh, die heeft ze zelf gemaakt. Ja, ik zie ook allerlei hoekjes hebben jullie dan gemaakt. Ja. Maar die muren, ja, die zijn ook wel even de moeite waard om te bekijken. De kleur van de muren. Ja, we zitten hier toevallig al in de hoek. Daar hebben wij dan ook, wij hebben krijtverf bij ons in de winkel. Krijtverf? Krijtverf. Het zijn mattere verven dan ook. Is op dit moment ook behoorlijk in de belangstelling dan dat ook. Dat kun je dus de muren mee. Kun je de muren mee doen? Dat is zeker mogelijk. Er zijn zelfs klanten die daar meubeltjes mee schilderen. Weet je wat ik daar altijd onder verstond, krijtverf? Dan denk ik van, nou, dan kun je, als je kinderen in huis hebt en je hebt een kastje, dan schilder je even een... schilder je even een deurtje en dan kunnen kinderen erop krijten. Ja, dat zal misschien verwarring kunnen zijn dan ook. Ja. Maar de krijtverven zijn gewoon, die hebben een matte uitstraling. Daar hebben jullie ook allerlei kleurencombinaties van. Ja, we zitten hier toevallig dan, deze is de kleur Swiss Grey. Maar we hebben dus heel diverse kleuren dan ook. We hebben het over de krijtverf gehad. Ondertussen dan dwaalt mijn blik overal rond. Ik zie hier prachtige bloemen staan. Ja, we hebben in de winkel steeds meer zijdebloemen. Ja, zijdebloemen. Zijdebloemen. In het begin hebben we dat eigenlijk bewust niet gehad, omdat wij ze eigenlijk te plastic vonden, ja, de uitstraling. Echt, maar ik moet zeggen, de afgelopen jaren hebben de zijdebloemen toch een behoorlijke sprong gemaakt dan ook. Ze worden steeds echter. Soms moet je echt goed kijken, dan wil je dat het dus niet echt is. Dit is echt, ja, kunst tussen aanhalingstekens. Kunst tussen aanhalingstekens. Dus vroeger had je echt kunstenbloemen, maar ja, dit is echt kunst. Dit is echt kunst. Mooi gemaakt. Ja, snap je, ja, hem uitleg? Kunst, ja, kunst. Ja, nee, dat snap ik helemaal. Maar op, ja, zich, je moet tegenwoordig goed kijken, dan wil je kunnen zien dat het geen echte bloemen zijn. Bedankt je voor je hele leuke rondleiding, voor je tips ook vooral. Graag gedaan. En veel succes volgende week. Dankjewel. Ja. Kijk eens, dit was weer het programma van Trendstyle. Ik hoop u volgende keer weer te zien in weer een nieuw programma.